We hebben altijd geprobeerd niet alleen in die gospel scene aanwezig te zijn, maar ook in een gewone muziek scene. Ja, hele grote meningsverschillen hadden over muziek wat opgenomen moest worden, hoe het klonk en hoe het moest. En ja, op een gegeven moment merkte je dat niet goed ging. En toen is er toch wel een einde gekomen aan de band. Op een gegeven moment krijgen mensen een gezin en kan het allemaal niet meer op dezelfde manier. Ze heeft opnieuw leven ingeblazen en dat is eigenlijk de band die er nog steeds is. En die band bestaat eigenlijk ondertussen ook alweer een jaar of 20. Dorinda, he will never forget you.